Vanmiddag willen we even stilstaan bij de bemesting voor de eerste steden. En dan is in de eerste plaats de drijfmest een hele belangrijke factor. We gaan hieruit dat er een 30 kub drijfmest gereden wordt. En de doelstelling is toch de tweede helft van februari dat aan te wenden. En we rekenen met een 1,5 kilo werkzame stikstof voor de, uit de drijfmest per ton. Voor de eerste steden, dus dan zit je op 45 kilo. En als je 110 tot 130 totaal wil bemesten, dan moet er dus een 80 kilo uit kunstmest bij. En ja, wat doel heb je voor je eerste steden? Wil je 200 ruw eiwit hebben en jong maaien? Of zeg je van nee, ik wil liever wat meer opbrengst hebben en 150 ruw eiwit. Ook dat zijn allemaal sturingsmogelijkheden. Maar ja, in eerste steden goed bemesten en een goede aanpak is van wezenlijk belang. En in dit geval hebben we een strooiertest gedaan met een grasplus op ureumbasis. Ook dat vraagt even extra aandacht, lichter soorten gewicht. Strooit ietsje smaller, maar op deze wijze kun je dan toch een goede opbrengst halen. Ik ben hier bij een veeboer om de kunstmeststrooier af te stellen. En wij willen graag de hele machine even checken of die technisch goed in orde is. En daarna gaan wij in het veld een proef doen met ureum. Bij de Vicon doe ik altijd, zet ik de afgiftepunt, dat is de, het punt waar de kunstmest voor de schoepen komt. Die zet ik op stand Q, dat is een basisstand. En dan ga ik zo meteen met een elastiekje en een maatje van de firma Vicon ga ik controleren of de instellingen van de machine goed zijn. Zorg dat je het netjes aanbent, liefst met sleepslang of met een tank, maar dan let op je bandenspanning. Zorg dat je geen structuurschade hebt en met je aanvullende kunstmest probeer daar netjes op te sturen dat je geen strooibanen krijgt. Dan is het toch in die zin heel erg mooi om meer melk uit je eigen ruwvoer te halen met een goede kwaliteit eerste kuil.